Hallo en welkom bij dit filmpje dat functies in Python zal uitleggen. Python is ook niet maar een middel, een tool, om functies die in zowat alle programmeertalen aanwezig zijn uit te leggen en hun werking te illustreren. We hebben in de Python programmeervaardigheden gezien dat je kunt rechthoek met sterretjes afdrukken. Ga ik eens doen. Zo. En we gaan voorzichtig de rechthoek met sterretjes afdrukken. Die bestaat uit drie rijen van vier sterretjes. Even runnen. Dat is hier wat de bedoeling is. Stel nu dat ik nog zo'n rechthoek wil tekenen. Dan moet ik dit eigenlijk kopiëren. We gaan eventjes een lege lijn ertussen zetten. Om ze te scheiden. En dan zien we dat dat lukt. Maar dan zien we nu iets waar al voor gewaarschuwd is in programmeervaardigheden. En in de toekomst herhaaldelijk voor zal gewaarschuwd worden, dat is herhaling. Je ziet dat hier eigenlijk twee keer hetzelfde gebeurt. Bovendien is het zeer onduidelijk wat dat doet. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dit drukt een rechthoek van sterretjes af, drie rijen van vier sterretjes. Maar iemand die deze uitleg net heeft gemist, ziet eigenlijk gewoon evengoed een aantal printcommando's van opeenvolgende sterretjes. Wel, om die herhaling eruit te halen, kun je in programmeertalen gaan zeggen, ik ga een stukje code onderbrengen in een functie. En een functie is dus eigenlijk gewoon een stukje code die kan opgeroepen worden en die eigenlijk een eigen naam kan hebben. Dus ik ga een eigen naam kiezen voor die functie. In Python wordt de functie aangekondigd met het woordje def. We kiezen naam voor die functie en die functie gaan we hier noemen tekenrechthoek. En dat wordt dan afgesloten met een dubbelpunt. En dan kan ik eigenlijk hier de opdrachten voor die functie, wat die functie moet uitvoeren, gaan schrijven. Ik ga hier die print opdrachten meenemen. En ik ga hem ook zeggen dat hij een nieuwe lijn mag nemen naar de, of een lege lijn mag nemen naar de rechthoek. Ik ga indenteren, om aan te duiden dat dit een blok opdrachten is die bij de functie hoort. En ik ga ook twee haakjes erbij zetten. Zoals we straks zullen zien, zijn die nodig. Dus een functie wordt gedefinieerd door het woordje def, een naam die je kiest. Dan ronde haakjes open en dicht dubbelpunt. En dan alle opdrachten die je wil uitvoeren. Als één geheel. Hoe wordt de functie uitgevoerd? Want je zult zien, als ik dit run, dan gebeurt er niks. De functie wordt niet uitgevoerd, tenzij de opdracht wordt gegeven om die functie uit te voeren. En dat doen we heel simpelweg door de functie zijn naam te geven aan het programma. En daar ook rond de haakjes te typen zonder iets ertussen op dit moment. En dan zie je plotseling dat mijn rechthoek opnieuw verschijnt. Wat is er dus eigenlijk gebeurd? Ik heb een stukje code ondergebracht in deze functie. En die functie kun je eigenlijk zien als een groep opdrachten met een nieuwe naam. En als ik die groep opdrachten in één keer wil laten uitvoeren, dan roep ik gewoon die naam op. En dan hebben we hier die rare ronde haakjes op dit moment er nog bij. Dus dit is de definitie van de functie, vandaar het woordje def. Dit is het gebruik ervan. Als ik dus twee rechthoeken wil, dan kan ik nu eenvoudig zeggen, teken een rechthoek en daarna opnieuw teken een rechthoek. En dan heb ik eigenlijk, hetgeen dat ik daarnet had, twee rechthoeken na elkaar. Dus dan zien we hier dat de herhaling eruit is, want ik heb maar één keer de opdrachten geschreven voor
en tegen de mannenrecht ook. En ik kan die twee keer oproepen. Bovendien hebben we nu ook de illustere printfuncties als één geheel. Dus die vier printfuncties hebben we opgewaardeerd met een nieuwe naam. Dus we hebben de abstractie doen toenemen. Want nu kan er gesproken worden over tekenrechthoek. We hebben dus eigenlijk een nieuw commando gedefinieerd in Python.